Dat alcohol en verkeer niet samengaan, dat bleek wel afgelopen nacht. Een 28-jarige autobestuurder uit Rotterdam kwam dat duur te staan. Hij raakte van de weg op de Bosdreef in Rotterdam. Daarbij raakte hij ook een aantal bomen. De schade is onherstelbaar aan de auto. De bestuurder was goed aanspreekbaar en is met meerdere verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De 28-jarige Rotterdammer kwam tot stilstand in de middenberm van de Bosdreef. Omdat de auto flink beschadigd was na de klap, zat de bestuurder bekneld. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de bestuurdersstoel moeten verwijderen om de man te kunnen bevrijden. De politie die nam een blaastest af van de man. Daaruit bleek dat de man onder invloed was van alcohol en toch de auto in was gestapt. Om die reden heeft de politie de man aangehouden.